Oké, ik ga het doen. Kijk, nou weet ik wat je denkt. Nou zie je een boosted board, zonnebril en inderdaad, ik wil gaan vloggen. Dan snap ik gelijk dat je denkt, ja, doe niet zo Casey Neistat, maar laat ik het uitleggen. Want in dat opzicht lijken we misschien wel meer op elkaar dan je in eerste instantie zou denken. Kijk, ik wilde goed een leuke intro maken met die boosted board. En dan zou je te zien, zodra je dat van plan bent, dan werkt het niet mee. De accu is kapot. Kijk, jullie het kunnen zien door de zon. Kijk, de accu knippert als een malle. En gelijk een probleem. Het boosterboard is namelijk nog steeds niet verkrijgbaar in Nederland. Dat betekent dus dat het board terug moet naar Amerika om gemaakt te moeten laten worden. Casey is natuurlijk zonder meer een inspiratie op het gebied van vloggen. Daarbij, we zijn allebei eigenlijk filmmaker van beroep. En er staan de komende maanden zoveel dingen voor mij te gebeuren. Dat ik dacht, ja, dat lijkt me te zonde om dat niet te gaan delen. Zowel met jullie, maar ook voor mezelf om er later op terug te kijken. Cabrio, die moet en zal een keertje voor de deur komen staan. Het is die auto mooi, zeg. Ik ben niet van plan om dagelijks te gaan vloggen. Ik wil jullie eigenlijk gewoon meenemen op het moment dat er een gave reis is of een corporate shoot waar ik jullie de behind the scenes wil laten zien. Ik wil dat het ingaat op fotografie, video, misschien wel tech reviews, tutorials over hoe je bepaalde dingen moet filmen of fotograferen. Ja, en reizen natuurlijk. Nou, je kan zien dat ik daar in Rotterdam zit, maar ik stel voor dat we eigenlijk gelijk alvast naar de eerste locatie gaan. Yes, welkom in Barcelona. Ik slaap vanavond in het W Hotel aan de kust. Misschien wel een van de meest iconische hotels eigenlijk van Barcelona. En ik ben hier samen met Peter Hilvers voor Autovisie om te rijden met de nieuwste McLaren 75S Spyder. Kijk, mooie goodiebag gekregen met mijn eigen naamplaatje op een stukje carbon. 75S Spyder voor kinderen. Of vaders met kinderen. In ieder geval, daar val ik dus niet onder. Dit lijkt me gelijk een goeie om voor de eerste vlog weg te geven. Dus laat even in de reacties weten waarom jij vindt dat je die moet krijgen. En dan ga ik er gewoon persoonlijk voor zorgen dat die jouw kant op komt. Om je even een indruk te geven wat er zoal mee op reis gaat. Is dit eigenlijk het enige wat ik bij me heb. Nou, je ziet een beetje hoe erg het bed aan het doorveren is. Hij is inderdaad behoorlijk zwaar. Die 75S Spyder is gaaf. Mooi. Maar dat betekent ook omdat de Spyder en een supercar is, dat je heel weinig bagageruimte hebt. Dus daardoor expres zeg maar een rugtas meegenomen, zodat je een klein beetje kan kneden. Daar moet dus wel alles in voor de komende dagen. Toilettas. Hier heb ik dan een Canon 5D Mark IV met een 1635. Een 2405. 70-200. En nog een externe flitsaansturing. Speedlight om even nog wat te flitsen. Nog een groothoek voor de vlogcamera. GoPro, noise cancelling headphones en nog een 2.0 extender. Alleen wat schone t-shirts, onderbroeken, noem het allemaal maar. En ja, that's it eigenlijk. Ik ga dus samen met Peter ongeveer 500 kilometer rijden met de nieuwste McLaren. En dat doen we omdat we 10 pagina's fotoreportage gaan maken voor Autovisie Magazine. Ik zal daarom natuurlijk ook wel even de McLaren laten zien en horen. Maar als je natuurlijk wil weten hoe die McLaren rijdt, moet je even in de beschrijving kijken. Er staat een link naar de vlog van Peter Hilhorst. En die gaat natuurlijk helemaal op in hoe die rijdt. Dat is trouwens wel echt de meest creepy kussen die je op een hotelkamer kan aantreffen. Hè? Daar. Heel pet. Nog even snel een duikje voordat we aan het diner gaan. Het uitzicht hier aan de boulevard van Barcelona is weer heel bijzonder. Kijk, dit is de boulevard. En daar zie je hem al. Daar staat die 75S Spyder waarmee we morgen gaan rijden. Yeah! Ik ben er
Oh, ik ben helemaal net begonnen en dan krijg je dit. Goed, we gaan beginnen. Alle McLaren staan er klaar voor. En wat misschien wel een heel leuk feitje is dat die babyblauwe kleuren, hier staat er nog eentje, die noemen ze Curaçao blauw. Dat is toch een stukje Nederlands bij McLaren. Dit is de auto waarmee wij gaan rijden. Een citroengele Spyder. En zoals Christel al zei, dit is de tas van Peter. Dat is de tas van mij. En dit is de plek waar het allemaal in moet. Have a great time. Thank you. Thanks. Blijf hoor. Yes. Zeker. Ja, en toen waren we inmiddels weer terug in Rotterdam. Het was ietsje anders gelopen dan gepland. De fotografie zat in eerste instantie een klein beetje tegen, waardoor ik een beetje in de stress raakte en eigenlijk vergat om verder te vloggen. En gelijktijdig wil ik natuurlijk dat de fotografie helemaal perfect is. Ik ben daar om te fotograferen en niet om te vloggen. Ik ben nu één dag in Rotterdam en ik ben eigenlijk gelijk weer mijn tas aan het inpakken, want morgen vertrek ik alweer naar de volgende bestemming. Daarom lijkt me dit ook het perfecte moment om in ieder geval deze vlog alvast af te sluiten. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik merk dat ik nog even heel erg moet wennen dat ik heel de tijd tegen een camera zit te praten zonder dat er eigenlijk iemand tegen me terugpraat. Ik hoop daarom dat je het heel erg leuk hebt gevonden. Laat het vooral even weten onder in de reacties. Vergeet niet om je te abonneren. Die heb ik heel vaak voorbij horen komen in andere video's. En dan zie ik je heel snel in video 2.